Hey, ik ben Charlotte en het is vandaag precies een maand geleden dat ik het idee kreeg om iets te gaan doen wat mijn leven behoorlijk zal gaan veranderen. Zoals ik al zei, pas een maand geleden kwam het idee ineens in mij op om dit echt te gaan doen. En vanaf het eerste moment heb ik alle belangrijke stappen meteen voor jullie vastgelegd. Voor het geval dat ik het echt zou gaan doen, want ik ken mezelf een beetje en als ik iets wil, dan doe ik het. Maar dit is niet zomaar iets. Heel erg spannend. Ik zit er middenin. Want zoals ik al zei, pas een maand geleden. Dus het speelt nog allemaal. Het is heel erg recent. Ik zal heel even kort wat over mezelf vertellen voor de mensen die mij nog niet goed kennen. Ik ben Charlotte Blisbloem. Ik ben 28 jaar. Ik woon sinds een paar maanden in Zoetermeer. Daarvoor woon ik in Muiden, Weesp, in de buurt van Amsterdam. Dus best wel een eindje hier vandaan. Ik ben hier naartoe verhuisd omdat mijn vriend en ik een huis hebben gekocht. We zijn helemaal happy, helemaal gesetteld. En ik ben leerkracht. Ik heb 4 jaar lang fulltime gewerkt als leerkracht in de groepen 3, 4 en 5. En toen ik hierheen verhuisde, heb ik mijn baan moeten opzeggen, waar ik het heel erg naar mijn zin had. En toen heb ik besloten om hier voor 2 dagen leerkracht te zijn, vaste baan en daarnaast invalwerk te gaan doen. Nou, naast mijn werk als juf, ik vind het heel fijn om een vaste baan te hebben. Dat geeft veiligheid en stabiliteit. Maar daarnaast ben ik altijd ook heel erg druk geweest. 5 jaar geleden ben ik een eigen YouTube-kanaal gestart. Van de een op de andere dag. 3 jaar geleden geloof ik ben ik een webshop gestart. Ook van de een op de andere dag. En verder ben ik eigenlijk mijn hele leven al lekker creatief bezig. En doe ik altijd wel meerdere dingen tegelijk. Ik heb het gewoon nodig om lekker bezig te zijn. Prikkels om me heen te hebben. En ja, mezelf uit te dagen. Er is echt wel vaker door mijn hoofd gegaan van hoe zou het zijn om een foodtruck te beginnen. Om een lunchroom te beginnen. Want ik geniet zo erg van alles wat met lekker eten te maken heeft. En mensen blij maken met lekker eten en gezelligheid. Maar nooit heb ik gedacht dat ik het echt zou gaan doen. En ook een maand en een dag geleden had ik niet gedacht dat ik het echt zou gaan doen. Maar een maand geleden stond ik ergens, keek ik ergens naar en dacht ik, ik weet het. Ik wil iets anders met mijn leven gaan doen. Ik ben toe aan iets nieuws. En dat heb ik vastgelegd. Daar maak ik een serie van. En dit is de eerste aflevering. Dus veel plezier met kijken. Oké, jongens, het is al bijna donker. Ik heb gesport, maar ik ben helemaal dol in mijn hoofd, want ze hebben hier dus nu een nieuwe bakkerij hip ding geopend. En ik zie het en ik krijg weer helemaal kriebels. Ik denk, oh my god, jongens, ik wil dat ook zo graag. Kijk, ik vind heel veel dingen leuk. Ik vind juf zijn heel erg leuk, kinderen, gedragsproblemen, ondernemen. Ik vind gewoon zoveel dingen leuk en ik wil alles, maar een eigen zaak is eigenlijk echt ook een droom. Maar hoe moeilijk om daar geld mee te vinden, maar ik zou zo graag mijn eigen zaak willen en echt alles daar hebben. Dus mijn webshop, wat ik echt veel leuker vind fysiek dan online. Maar ook taartjes, broodjes, cadeauverpakkingen die je daar te klaar kan kopen. Smoothies, cocktails, mooie menukaarten, Insta, spots, kinderfeestjes. Alles gewoon. Alles. Vegan, koffie met elke melk die er maar is, lekkere koffie, lattes. Dat zou echt mijn droom zijn. En gewoon zelf de bediening doen, zelf alles maken. Het lijkt me zo fantastisch. Dus tijdens het sporten werd ik helemaal door mijn hoofd. Want dan krijg ik weer zo'n idee en dat is iets wat je natuurlijk niet zomaar kunt realiseren. En misschien kan ik het over 30 jaar gaan doen, maar misschien komt het er ook wel nooit van hoor. Het is gewoon weer een idee. Een YouTube kanaal kon ik zo opstarten. Mensen vragen wel eens, hoe ben je begonnen met je webshop? gewoon. Begonnen. Ik maakte eerst een webshop aan en daarna ging ik me pas bij de KVK inschrijven. Zo ben ik echt. Maar oh my god, het begint echt zo erg te kriebelen weer. Ik denk, ik wil dit. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Maar ik wil alles. Ik vind mijn werk ook heel leuk. Maar ik hou van uitdagingen en diversiteit en prikkels. En ik hou ook van mensen, sociaal. Het lijkt me zo gezellig als je een eigen lunchroom winkel hebt. Geweldig. Oh, het lijkt me zo leuk. Maar ja, geld hè. Tijd. Ik heb al werk. Maar goed, leuk om even over na te denken. En dit is trouwens niks hoor. Niet denken dat ik dit nu zeg omdat er iets komt. Dit is letterlijk wat ik nu zeg. Wat gewoon net weer even in mijn hoofd opkwam. Een tijdje geleden had ik de idee om een foodtruck te gaan beginnen. Die door de omgeving hier rijdt. En goede koffies heeft. En ik heb zo vaak ideeën. Dus. De batterij van mijn camera is leeg, dus ik wil het toch even filmen. Het is 9 uur en ik ga even naar het stadswaard rijden. Omdat er een pand te huur is. En ik ben gewoon heel benieuwd. Ik denk, ik ga nu, want ik heb nu zin en ik heb nu tijd. En nu zijn er geen mensen en het is donker, maar boeiend. Op
de promenade te huur voor 21.000 euro per jaar. Valt mee. Dus let's go. We gaan gewoon. This is me. Als ik iets leuk vind. En dit gevoel heb ik lang niet gehad. Dus ik ben zo gemotiveerd. Ik zit de hele avond. Echt elke dag zit ik nu alleen maar te studeren en dingen uit te zoeken. Omdat ik het zo interessant vind en zo graag wil. Dus ik ga gewoon kijken. Dus ik denk dat ik best wel serieus aan het worden ben. En dat ik dit moet gaan vastleggen in mijn vlogs. Ik ben net spontaan van 9 tot 10:30 of zo. Nee, van 9:30 tot 10:00 gaan kijken naar panden. In het centrum, in de Dorpsstraat, omdat ik er zin in had. Gewoon buiten. En ik ben al echt best wel druk bezig met allerlei dingen uitzoeken. Want ik voel dat ik dit gewoon wil. Dus misschien is het wel heel leuk om het proces te gaan vastleggen. Ik krijg zo vaak de vraag hoe ik mijn webshop ben gestart. En daar heb ik niet zoveel over te vertellen. Maar hoe tof als ik dit kan gaan vastleggen. Als het straks echt werkelijkheid wordt. En dan wordt het pas werkelijkheid over hele lange tijd. Dan is het misschien alsnog leuk om dit vast te leggen. Net als de koop van ons huis. Hallo jongens, ik heb eindelijk weer geheugen en batterij. Dus ik ga nu even iets vloggen voor deze vlog. Ik ben nu eigenlijk aan het wachten op een makelaar. Want gisteren kwam ik er ineens achter dat er een bepaald pand in de Dorpsstraat te huur is. Dus toen ben ik gaan kijken in de avond en heb ik meteen een mailtje gestuurd. En vanochtend kreeg ik meteen een reactie dat ze al in gesprek zijn met iemand. Maar dat ze alsnog openstaan voor mijn idee. Dus toen heb ik een heel plan gestuurd. Maar daar heb ik nog geen reactie op, dus ik ben eigenlijk de hele dag een klein beetje zenuwachtig. Ik ben gewoon heel benieuwd of het er nog is en welke info die allemaal kan geven. Dus ik hoop vandaag nog van hem te horen. En verder ben ik me nu een beetje aan het verdiepen in menukaarten. Ik weet wel een beetje wat ik wil en zo, maar ik weet nog helemaal niet precies wat ik wil. Dus ik zit een beetje te kijken bij menukaartontwerpers op internet. Je hebt ze gratis en betaald. En ik ben een beetje aan het kijken naar menukaarten van restaurantjes die ik zelf heel leuk vind. Om een beetje te kijken hoe en wat. Maar echt dingen van, wil ik een vega, vegan plaatje erbij? Wil ik allergene info op de kaart? Of wil ik een aparte allergene kaart? En wil je elk drankje helemaal uitgeschreven? Of wil je er gewoon bij zetten, extra optie, deze soorten melk? En kost plantaardige melk 50 cent meer of niet? Gewoon echt allemaal dat soort dingen. En ja, ik kan natuurlijk niet iets nadoen, maar alles bestaat in feite al. Dus inspiratie opdoen is wel goed. Ik ben nu bij Barista Café aan het kijken. En ik zat dus bij menukaartmakers en zo te kijken. En gisteren was ik bezig met de stijl beschrijven. Dit. Dus dat is waar ik nu mee bezig ben. Het is eigenlijk een mix van een heleboel winkels die daar omheen zitten. Ja. En dan aangevuld met wat kleding, snuisterijen, cadeautjes en dingetjes. Ja, hij had zoiets van, is het niet te veel? Wordt het niet onduidelijk, zeg maar, wat voor winkel je daar eigenlijk bent? Maar dat je dus eigenlijk alles wat ik zelf leuk zou vinden als ik ergens ga winkelen of ergens ga eten, dat je dat eigenlijk allemaal op één plek kunt krijgen. En wel ook een hele andere sfeer dan wat ik in ieder geval heb gezien. Want ik heb heel erg gezien of mensen hebben echt heel erg roze en gericht op kinderen en meisjes. Of best wel donkere houtskleuren en een beetje bruine kroegachtige dingen. Dat is wat ik heb gezien. Of een beetje antiek. En ik wil dus echt naar zo'n bijna beachy-achtige vibe. En ja, ik snap wat je zegt, maar ik denk dat het dus wel weer heel anders gaat zijn. Ja, je gaat dan net zoals we het noemen, een heel breed, maar optiek assortiment neerleggen, zeg maar. In de huidige tijd en sfeer klopt dat ook. Nou, ik heb dus net een gesprek gehad met een makelaar. Maar het grappige is, ik heb al gebeld voor één pand. En toen sprak ik ook een makelaar die ook een pand verhuurt, die deze man ook verhuurt. Blijkbaar verhuren meerdere mensen één pand. Maar die wist helemaal niks. En deze man wist echt heel erg veel. Maar het eerste wat hij dus zei, toen was ik eigenlijk meteen teleurgesteld, is van, oké, eigenlijk zijn we al heel ver met iemand die het pand mag gaan huren. Dus eigenlijk hadden ze waarschijnlijk iets van, mocht dit nog leuker zijn dan. Maar die man had iets, de huurder had iets van, er zit te veel hetzelfde op één plek. En sowieso is het idee van heel breed, wat ik heb, misschien sowieso wat te breed. Dus ik vroeg of hij ook bereid is om mee te denken dan, de huurder. En daar is hij bereid toe, dus dat is fijn. Weet je, als hij zegt, je moet dit echt schrappen, dan wil ik dat best doen. En toen zei ik zei tegen iemand dat ik wel echt heel gemotiveerd ben. En dat vond hij ook heel erg leuk en merkte dat ook aan wat ik heb gestuurd. Dus hij zei, wil je allemaal samen met mij even door de Dorpsstraat lopen en naar de panden kijken? Dus dat gaan we morgen doen. Om 3:30. Spannend. Ik ga eerst naar zijn
pand en dan gaan we samen kijken. Spannend hoor. Ik zal eventjes vertellen wat ik ongeveer heb geschreven aan de makelaar. Pabo diploma, maar dat ik eigenlijk meer wil. Dat ik ook 5 jaar geleden een YouTube kanaal ben gestart en een webshop. En daar een heel uitgebreid verhaal over, maar dat is niet interessant. En wat ik daar graag mee zou willen doen, dat ik het eigenlijk liever fysiek doe dan online zo'n webshop. Dat ik nog meer ambities heb, namelijk alles wat met eten te maken heeft. Dat ik het liefst iedereen bij me uitnodig voor borrels en feestjes en dat soort dingen. En dat ik zelfs boodschappen doen leuk vind en gewoon een leuk verhaaltje eromheen. Ik ga dat niet helemaal half vertellen, dat is een beetje saai. Cadeaumannen samenstellen, dat dat ook een passie is. En dan mijn eigenschappen, misschien is dat nog wel interessant om op te noemen. Het voelt heel raar, want het klinkt dan arrogant. Maar je moet je natuurlijk zeggen waar je goed in bent. Dus ik ben flexibel, sociaal vaardig, stressbestendig, energiek, vlot, creatief, een duizendpoot, betrouwbaar. Trendy, op de hoogte bij de tijd, een goede leider, optimistisch, realistisch. Ik heb discipline, doorzettingsvermogen, empathisch vermogen, probleemoplossend vermogen, commercieel inzicht, kennis van social media, overtuigingskracht. Ik bruis van de ideeën, durf risico's te nemen, ben een aanpakker, een harde werker en ik heb verkooptalent. Dat is echt zoiets wat ik ook had gehoord toen ik aan jullie liet zien hoe ik dus zeg maar ging solliciteren toen het online was, waardoor ik het kon filmen. Dat mensen echt hetzelfde van wow, dat je dat allemaal kan opnoemen. Maar dat moet je gewoon echt leren om te kunnen je eigen positieve dingen kunnen benoemen als je ergens jezelf moet verkopen. Nou, dat is weer in mijn kriebelt hoe het zou zijn om te stoppen met dit werk en mijn droom waar te maken. En toen heb ik eigenlijk situaties geschetst van hoe het zou gaan zijn in mijn zaak. Dus een plek waar Lisa, een meisje van 17, op vrijdag een cadeautje kan shoppen. Nou, allemaal verhaaltjes. Een alleenstaande moeder met haar dochtertje komt. Of een jonge man een cadeaumand koopt, een lekkere koffie. Allemaal dat soort situaties. En dan Comoi, dus dat is de naam. Wordt een combinatie van horeca en retail. 2/3 van het pand zal gebruikt worden als lunchroom / bakery. Hier kun je broodjes, taartjes en drankjes nuttigen. Maar je kunt ze ook meenemen voor thuis of onderweg. 1/3 van het pand zal een winkel worden waar je hippe items kunt kopen. Nieuwe kleding, sieraden, accessoires en home items. Maar ook een tweedehands hoekje en een gedeelte met cadeaumanden. Hippe geschenken en kaartjes om te versturen. Qua stijl en inrichting denk ik aan. Aardstinten, wit, beige, bruin, pasteltinten, terracotta, goud, oudroze en donkergroen. Teddy en fluffy stofjes, rotan, macramé, natuurstenen, gevlochten manden, schotels, kleden aan de muur, sierkussens. Dus dit is nu mijn concept hoe ik het naar de makelaar heb gestuurd. Hallo, het is 23 november en ik ben op weg naar de Dorpsstraat. Naar het pand van de makelaar om daar te gaan kletsen. Over mijn ideeën en hoe en wat. En daarna ook panden te gaan bekijken. En dus ook Dorpsstraat 99. En ik ben er zo ontzettend benieuwd naar. Ik kan echt niet wachten. Ik vind het heel spannend. Dus we gaan het zien. Okay, ik ben er. Ik vind het best wel spannend. En ik wil natuurlijk mijn idee verkopen in de zin dat hij iets heeft van oké. Maar ik wil ook wel weer zijn eerlijke mening. Want hij zegt gisteren ook van het is heel breed en is het origineel genoeg. Al is het zeg maar heel origineel, maar er zijn meer mensen die dit doen. Dus in die zin is het niet origineel. En ik ga weer even kijken wat voor publiek er nu loopt en hoe druk het is. En spannend. Ja, het is 6:30. Ik ben helemaal kapot. Want het is best pittig. Die man vindt me aardig, de man vindt me leuk en gelooft in me, dat wel. En ik geloof ook wel dat mijn zaak een succes kan worden. Dat ik dat teweeg kan brengen. Dat het gewoon een fijne, leuke zaak is met lekkere producten en een goede sfeer. Maar het moet zeg maar ook te verkopen zijn door een ander. Dus een ander moet ook kunnen zeggen wat Comoi voor zaak is. En dat is dus het probleem. Dit is de makelaar. Hij heeft ook gezegd dat de verhuurder niet heel enthousiast is omdat hij het veel te breed vindt. En bang is dat het gaat floppen. Dat is ook niet echt een fijn gevoel. Er is ook een reisbureau die in dat pand wil gaan zitten. Officieel moet je er in januari al in. Hij zegt dat het wel voor de verhuurder oké is dat je dus in januari en februari geen huur betaalt en het pand mooi mag gaan maken. En dat je dus vanaf maart pas huur gaat betalen en erin gaat. Is best snel. Ga je baan als leerkracht opzeggen. Aan de ene kant wow, shocking. Aan de andere kant, ik heb mijn baan deze zomer opgezegd. Werk net pas op een nieuwe school, werk maar 2 dagen. Eigenlijk een soort invaller ben. Dus hoe erg is het om daarmee te stoppen? Wordt het niks, kan ik altijd weer als leerkracht aan de slag. Het is alleen zielig voor deze klas, maar ik ben maar 1 dag een juf voor die kinderen. Dus in die zin is dat ook niet zo erg als mijn vorige school, weet je wel. Je hoeft ook niet voor 5 jaar, je kunt voor 5 jaar tekenen, maar dan met een breekpunt van 2 jaar. Bijvoorbeeld dat je na 2 jaar ook zou mogen stoppen. Ik ben helemaal moe jongens, want ik vind het best wel heftig, want het is best wel pittig dat ik het niet weet te verkopen in een... Ik weet het zo te verkopen, een wordt met 10.000 spinsels. Helemaal leuk.
Wat ik nu weet is dat ik zelf chocolate spoons wil gaan maken. Dus in alle smaken chocolate spoons met toppings. En je kiest alle melk die je maar wil, roert het erin en je hebt je eigen chocomel. Ik wil broodjes die echt lekker zijn. Wat er wel echt is, mensen werken heel erg met elkaar samen. Dus je kunt je kaas bij de kaasboer halen, je zalm bij de visboer, je brood bij de bakery. Je kunt echt heel veel lokale producten gebruiken. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Ja, ik wil gewoon de tent zijn die ik mis. Als ik ergens een broodje haal, is het de helft is niet belegd. Of de randjes hebben geen beleg. Of het is heel karig belegd. Of het is veel te simpel. Ik wil er gewoon een feestje van maken dat iedereen blij is met zijn broodje. Maar dat is dus al heel moeilijk te promoten. Ik ben geen barista. Ik zou nog een barista workshop moeten gaan volgen om echt goede koffies te kunnen maken. Ik ben geen kok. Ik ben geen serveurs. Ik ben niks. Ik ben niks van wat ik straks ga doen. Ik ben geen bakker. Ik heb heel lang niks meer gebakken. Maar toch denk ik dat ik het kan. Want ik heb passie voor al die dingen. Komt het te snel? Weet ik niet. Want je leert in de praktijk. Ik wil dus ook een tweedehands winkeltje doen. Maar dat is eigenlijk puur omdat ik zelf zoveel miskopen heb. En ik denk dat ik dat aspect toch maar ga loslaten. Want hij zei ook, wil je dat als je ergens lekker zit te eten en drinken? Wil je dan een tweedehands rekje daar heel dicht op je hebben staan? Misschien ook niet. En dat is eigenlijk ook puur omdat ik nu nog heel veel kleding heb. Maar de laatste tijd shop ik veel minder. Dus er heb ik helemaal niet zoveel tweedehands dingen meer. En dan wilde ik doen dat je ook korting kreeg op een tweedehands item als je zelf iets inleverde. Maar dat is ook weer heel moeilijk. Want dan moet het wel schoon zijn en het moet mooi zijn. Dus ik denk dat het tweedehands laat ik liggen. En qua kleding misschien een heel klein rekje met Comme-moi kleding. Gewoon rond de kerst. Twee hele leuke jurkjes in alle maten. En dan dus wel sieraden, homeartikelen van Ala bijvoorbeeld vind ik echt heel leuk. En cadeaumanden. En hij zei ook dat dat wel echt top is. Ik zeg ja, mannen vinden dat fantastisch. Die hebben gewoon een cadeaumand. Ik weet niet hoe dat qua budget zit, want zo'n mand is vaak heel duur om te maken. Maar dus minder winkel moet het misschien worden. Normaal ben ik na zoiets helemaal hyper, maar nu ben ik best moe. Omdat ik gewoon echt heel goed moet gaan nadenken over hoe ik dit concept ijzersterk wil gaan maken. En ik moet ook niet te lang gaan wachten. Dus ik ben ook bezig geweest met op Instagram met iemand die mijn logo wil gaan ontwerpen. Zo superleuk. En wat wel echt een ding is, ik wil gewoon dat het mooi, een goede vibe, rustige, mooie setting, Instagrammable. Het is een heel klein pand hoor trouwens. Het is maar 35 vierkante meter, maar wel breed. Echt onwijs leuk. En één heel groot voordeel, de vloer is prachtig. Er ligt een natuurstenen vloer. Ik zei tegen hem, ik wil natuursteen, rotan, bamboe, aardse tinten. Lag er dus een prachtige natuursteenvloer. Dus dat scheelt heel erg in kosten. Het is echt geweldig, maar ik ben helemaal kapot. En dan moet ik het ook nog aan Haag gaan vertellen. Oh heet, ik vind het ook echt heel leuk dat ik dit allemaal vlog. Oh ja, en ik heb dus ginger juices 100%. Lijkt ineens dat een van mijn vroegere YouTube vriendinnetjes, Samantha, Sam, een van de oprichters daarvan is. Dus daar ben ik ook mee in contact vandaag. Dat we daarin kunnen samenwerken. Want waarom zou ik subcentrifuges gaan kopen en gember gaan persen? Als het er al is. Als het al bestaat. Is misschien iets minder winstgevend. Dat zal ik van een ander doorverkopen. Maar je hoeft niet alles zelf te maken. Focus je op bepaalde dingen en niet op te veel. Dus ja. Ik ben echt kapot. Ik ben een klein beetje dood aan het gaan van de zenuwen. De verhuurder. Hij wil nu met me afspreken. Ik ben geen barista. Ik ben geen serveerster. Ik ben geen kok. Ik ben het allemaal niet. Maar geloof ik dat ik het allemaal kan? Ja, dat wel.